Niet eerder zo'n klein zeeijsoppervlak op de Noordpool rond deze tijd. Enorme overstromingen in Vietnam. En heftige stofstormen in de Verenigde Staten. Ook deze week brengen we je weer de top 3 meest spraakmakend weer. Al is het door de coronamaatregelen op een iets andere manier. Heftige stofstormen deze week in Kansas, de Verenigde Staten. Deze stofstormen worden ook wel haboobs genoemd. Levert misschien mooie beelden op, maar ze kunnen voor flinke schade zorgen. De combinatie van extreme wind en flinke droogte maakte dit extreme verschijnsel mogelijk. Zeker 17 doden door overstromingen in Vietnam. De overstromingen zijn het gevolg van hevige plensbuien door tropische lage drukgebieden. Onder andere de toeristische badplaats Hoi An staat volledig blank. Meer dan 33.000 huizen zijn beschadigd en 31.000 mensen moesten vluchten. In Vietnam komen vaker verwoestende stormen en overstromingen voor. Afgelopen jaar zijn zeker 132 mensen om het leven gekomen door natuurrampen. Een zorgelijk record op de Noordpool. Het Arctisch zeeijs hoort rond deze tijd van het jaar flink te groeien, maar dat gaat tot nu toe erg moeizaam. Dat het slecht gaat met het zeeijs op de Noordpool is zorgelijk. Het zeeijs werkt in het zomerhalfjaar namelijk als een airco van onze aarde. Het witte ijs weerkaatst het zonlicht terug de ruimte in, waardoor opwarming wordt tegengegaan. Dat was hem alweer voor deze week, maar volgende week zijn we er weer. Tot dan!